Hallo. Wat een ding dit, gewoon werken man. Ah ja. Daar zijn wij weer vandaag voor Ontdek je Passie. In samenwerking van Codoplas met Wheelchair Mafia. En met wie ben ik vandaag? Met Ingrid Schoenmakers. Ja, hi Ingrid. Ja, leuk dat we hier vandaag zijn. Ik zie jou hier al liggen in een hele gave bike. Ja. Vertel eens, wat is het plan voor vandaag en wat is jouw passie? Nou, mijn passie is off-road handbiken. Ik ben er helemaal idolaat van. Ik heb deze fiets nu anderhalf jaar. Het was een van de eerste off-road handbikes in Nederland waar ik ook echt off-road mee ging handbiken. Dat is echt heel gaaf. Gelukkig zijn we nou met steeds meer. Gaaf. We zijn anderhalf jaar geleden met 3 man begonnen, zeg maar. En nu bestaat ons groepje. De eerste off-road club van Nederland. Die bestaat nu al anderhalf jaar. En we hebben nu 15 leden bijna. Dus we zijn daar heel blij mee. En dat zijn eigenlijk, we zijn officieel een club. We zijn gewoon een groepje mensen die het gewoon leuk vinden om samen te gaan handbiken. En ik krijg er gewoon zoveel energie van. En ik vind het ook super leuk om hele technische routes te fietsen. Dus met veel bochten, klimmen, schuin, kunt je gek niet opnoemen. Elk mountainbike pad ga ik gewoon uittesten. Super, ja, ik denk dat die technische stukken en die uitdaging, die ga je wel vinden hierin. Ja. Ik heb zelf ook tegenwoordig zo'n fiets. Ik heb dus, ja, hij ziet er ook nog zo schoon uit. Ja, dat ziet de mijne niet. dus dan weet je wat ik ermee doe. Te veel op het asfalt rijden. Ja. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik deze kans eigenlijk krijg om een keer met jullie mee te gaan. Ja. Om te kijken of dit haalbaar is. Jullie hoorde ik in ieder geval ondersteuning eronder zitten. Eigenlijk is dat ook wel een vereiste als je echt off-road wil gaan fietsen. Want je zit toch vaak in los zand, mul, modder. Ik ben gek op modder. Hoe meer modder, hoe beter. Ja, dan heb je gewoon die ondersteuning nodig om ook gewoon eruit te komen. Je hebt ook hellinkjes. Die heb je gewoon nodig om gewoon eroverheen te komen. Anders is het gewoon bijna geen doen. Met de fiets die je hebt is natuurlijk dezelfde als ik. Dat is helemaal goed, alleen er zit geen ondersteuning op. En dat is heel goed voor gravel en zo. Daar kan je daar heel goed mee overweg. Maar als je echt een mountainbike pad wil gaan doen, dan moet het gewoon echt met ondersteuning. Maar goed, we gaan gewoon kijken hoe ver we komen vandaag. Ik ga werken, heb ik al gehoord. Want ik moet die mensen met ondersteuning bij gaan houden. Dus, aan de bak. Yep. Dus ik ga ook uitstijgen. Ja. Daar gaan we. Huppatee. Vriendelijke kijkers.
Inges. Ja. We hebben een lekker stukje gefietst. Ik Zeker. Ben troteloos. Ja, daar had ik van tevoren voor gewaarschuwd natuurlijk. Maar het was wel echt heel gaaf om te doen. Vooral, ja, je gaat er echt gewoon de bergjes in, op en neer, wortels, van alles, takken. Ja, wordt er weer geroepen, tak. Ik snap nu waarom jullie rijden met de ondersteuning. Ja. Want zonder, ja, dit was natuurlijk weer voor mij het lichtste routetje uitgekozen. Ja. Maar ja, fantastisch. Ja. Kan jij mij vertellen wat dit voor jou betekent? Nou, wat het voor mij betekent is eigenlijk dat het gevoel van vrijheid, wind in je haar, gewoon gaan. Jij hebt controle, ik bepaal waar ik heen ga en hoe ik dat doe. En omdat ik hard of zacht ga, ik kan gewoon gaan. Want met deze fiets kan ik gewoon overal heen. Ik rij over boomstammen heen, door de struiken heen. Het maakt allemaal niet zoveel uit, want ik ga gewoon. En dat gevoel. En verder, als je aan, het is natuurlijk ook gewoon heel erg fijn om gewoon buiten in de natuur te fietsen. Gewoon om buiten te zijn, bezig te zijn. En ja, ik krijg er gewoon altijd energie van. Nou Ingrid, ja, dankjewel dat wij deel hebben mogen maken van jouw passie, dit fietsen. Wellicht ook een passie die ik wel verder wil oppakken. Dat zou mooi zijn. Als je mee wilt doen, en dat geldt voor iedereen die mee wil doen. Je kunt ons vinden als je Offroad Handbike Club Nederland googelt of mij gewoon. Ingrid's Offroad Handbike avonturen, dan kom ik vrij tevoorschijn en dan kun je me ook contacten en dan help ik je verder. Ja, superleuk. Ik hoop dat er veel mensen zijn die zeggen, ik heb zin om te fietsen. Want op deze manier is fietsen echt gewoon hartstikke leuk. Ja. Ik raad het iedereen aan. Mooi. Dus, ik verwacht een heleboel nieuwe mensen. Kijk, daar gaan we voor. Dus, dank jullie wel weer voor het kijken. Hou ons in de gaten voor de volgende passies die eraan komen. We zijn benieuwd naar jullie reactie en of je het leuk vindt om wellicht een keertje mee te doen. Neem dan contact op met Ingrid. En we zien you soon. Keep on rolling.